Ik ben Freddy en ik ben al 72 jaar. Ik ben eigenaar van Dave van deze videotheek. En als jullie dit zien, dan bestaat waarschijnlijk de videotheek niet meer. Ik heb eigenlijk niks anders over mijn leven, dus mijn hobby, mijn thuis is hier de videotheek. En de klanten vragen wel eens, wanneer ga je dus met vakantie? Ik heb het hele jaar dus vakantie, dus ik hoef het niet zo nodig. Omdat heel veel mensen dus die doen aan Netflix en doen aan kopiëren dus, en de videotheken worden steeds minder. Maar ik blijf gewoon doorgaan, zolang het kan. Ik kijk alle films en ook de spannenfilms. Om te kijken of het verhaal dus goed is, of er genoeg actie in zit. Het is normaal om seksfilms te kijken. Ja, of iemand die weinig films kijkt, die nooit seksfilms kan kijken, wegens de vrouw of wegens een vriendin. Ja, die zegt, dat is allemaal niks. Maar ze willen het wel graag gaan kijken, maar ze durven er dus niet vooruit te komen. Als mijn leven verfilmd zal dus worden, dan zou het gaan over Freddy. Die dus die nog steeds elke dag in de videotheek stond, of staat, of stond, na zoveel jaren. Dit is een hele goeie, met Jackie Chan. Dus deze is wel aan te raden. En de Mountain Between is ook wel goed. Ik kan er beter twee mee nemen, want dus twee films is samen €5 en hoeven ze pas vrijdag terug te worden gebracht. En deel 2 die komt eraan. Eerst in de bioscoop en dan vlak daarna de krijgen wij natuurlijk binnen. Is 21. En de folder over onze verlaagde prijzen erbij. Even kijken dus. Het meest dramatische moment van mijn leven was het overlijden van mijn vrouw door een noodlottig en ongeluk. Ze is omgekomen doordat er een vrachtwagen achteruit reed en zij zat met mijn dochter op de fiets. Dus dat was in één minuut of één seconde was dus gebeurd. Maar het hield me op de been doordat ik dus mijn werk had. Dus ik ben steeds dus elke dag blijven werken. Proost. En hoe gaat het met de dvd-handel? Ja. Ja. En we komen er eigenlijk net aan uit. Maar ik had namelijk dus gisteren nog een nieuwe klant. En die kwam me wel eens geld sturen. Ja. En die kwam gisteren dus nieuwe films sturen. Ja. Dus dat gebeurt ook, hè? Ja, ze moeten weten dat het bestaat natuurlijk. Ik wil al mijn klanten bedanken, speciaal Corné, Anja, Jan, en dat ze mij elke dag doorheen hebben geholpen. In ieder geval dat ik dus het werk in de videotheek kon blijven doen.